allemaal. Welkom terug bij het kanaal van Mace Stormtroopsizer. Deze episode wordt een korte podcast over deze game. Nu hem hebben beëindigd. Ik zal elk aspect van de game apart kort bespreken. We beginnen maar eens bij de stemacteurs. Wat ik tot nu toe in deze trilogie gemerkt heb, is dat de stemacteur van Nathan Drake verreweg het beste is. Hij toont de meeste range, de meeste variatie erin en klinkt ook vaakst het oprecht. De stemacteur van Sully, die is eveneens heel effectief hier. Ik had gehoopt op wat meer ruwheid erin. Dat je echt een beetje de oude man in zijn stem hoort. Maar dat zat er helaas niet in. Stemactrice van Elena. Ze doet goed werk, maar gebruikt vaak haar stem op de verkeerde manier, waardoor de emotie anders overkomt dan je zou willen. En dat maakt het voor de romantische relatie die ze heeft met Drake een beetje moeilijk. Stemacteur van Charlie Cutter. Niet een heel bijzondere of opvallende stem als je hem vergelijkt met de Engelse versie, maar hij doet alsnog prima werk met alle die dialoog. Ik vond hem nog behoorlijk grappig. Stemacteur van Talbot is al helemaal niks. Dat is gewoon weer zo'n random mannenstem die niet erg opvalt. Behalve als hij fluistert. Die heel erg kalme en rustige stem die hoort in de hallucinaties. Of als hij dreigingen uitspreekt, dan is het wel effectief. Marlo. De Engelse stem wil zegt heel dreigend en bitcherig. Deze is dat niet. Hij klinkt een stuk milder en vriendelijker. Maar ik moet zeggen, vanwege de uitstraling die het karakter visueel heeft, is het alsnog heel effectief. Oké, meer heb ik niet echt te zeggen over de stemacteurs. Ze hebben het over het algemeen goed gedaan. Maar alsnog, het heeft nooit de impact van de Engelse cast. Dan de karakters. Nathan's karakter is hier heel goed uitgewerkt, vind ik. We krijgen een kijkje in zijn verleden, in hoe zijn geest werkt. Waarom hij zo geobsedeerd is en wat er moet gebeuren om hem daarvan af te laten zien. En we zien dat full circle komen. En ja, Nathan blijft natuurlijk gewoon altijd Nathan. Vol compassie, liefde en vriendelijkheid. Heel normaal. Maar tegelijkertijd ook kan hij ten prooi vallen aan verslaving. En overmand worden door woede, verdriet en uitputting. Het maakt hem echt heel erg complex en gelaagd. Zodat hij gewoon gepijnigd kan raken en zwaktes heeft waar hij niet zo makkelijk overheen komt. Sully's karakter, hij had niet echt een
een ontwikkeling hier, want hij bleef, hij zal Nate altijd blijven volgen en steunen, ook hier, maar we krijgen wat meer inzicht in wie deze man nou eigenlijk is. Hij heeft bij de marine gezeten, hoe hij Drake ontmoette, en daar was ik heel erg van onder de indruk. En Sully's rol en invloed op Nate is echt hard verwarmend. Ik ben heel blij met hoe de game dan ook eindigde met die twee. Elena. Elena. Haar relatie die weer uit elkaar is getrokken door Nathan en weer hersteld wordt door Nathan zelf. Dat was heel leuk om naar te kijken, ondanks dat de stemactrice het een beetje lastig maakte. Net als Nate heeft zij ook in de trilogie gewoon vele lagen. Ze is zachtaardig, vriendelijk, knap, slim, maar niet bang om haar handen vuil te maken. Ze neemt geen stomme beslissingen. Ze is gewoon een intelligent, sterk karakter dat haar vrouwelijke kanten, zowel in zachtheid als hardheid, heel goed inzet. Ik denk dat het echt wel een heel sterk voorbeeld is van gewoon een sterk vrouwelijk karakter in games. Dat niet altijd even makkelijk is om voor elkaar te krijgen. Ja, en hoe de relatie eindigde in de game, ik vond het fantastisch. Ik was echt heel bij voor ze. Twee fictieve karakters, dat die gewoon weer elkaar gevonden hebben omdat ze door moeilijkheden heen hebben geslagen. In Uncharted 4, A Thief's End gaat daar de focus nog meer op liggen. En daarom ben ik ook ontzettend benieuwd naar die game straks, om die te gaan spelen voor jullie. Charlie Cutter. Cutter's karakter, hij is echt heel leuk. Hij is net als Nate heel menselijk, met ook zijn eigen sterktes en zwakheden. Het is een lolboek. Hij is claustrofobisch en een beetje een snob wat betreft zijn kennis. Maar hij is ook heel dapper, slim en intelligent. En ook heel aardig over zijn vrienden. Hij is trouw. Ik vond het alleen jammer dat hij en Chloe halverwege de game gewoon totaal eruit werden geschrapt. Ik las in een behind the scenes artikel dat het kwam doordat de originele stemacteur Graham McTavish aan The Hobbit moest gaan werken. Hij speelt een van de dwergen daar, dus hij had geen tijd meer om te verschijnen. En daarom moesten ze Chloe er helaas ook uithalen. Wat ik echt heel jammer vond, want Chloe heeft vrijwel geen karakterontwikkeling hier. Je ziet wel dat ze veel onzelfzuchtiger en vriendelijker is geworden in vergelijking met Uncharted 2. Ze helpt mensen veel sneller. En het is goed dat die ontwikkeling uit de vorige game echt te zien is hier. Maar ze had nog veel beter gebruikt kunnen worden. En dan kom ik bij de villains, Marlo en Talbot. Die zijn aan de ene kant heel teleurstellend en aan de andere kant echt behoorlijk indrukwekkend. Het mysterie achter ze, die organisatie en die schijnbaar magische krachten van Talbot, maar geven ze een heel gevaarlijk aura. Maar je weet verder vrijwel niks over ze, waarom ze dit doen, wat hen drijft, behalve macht en schijnbaar sadisme. Ik denk dat ze gewoon de focus vooral wil hebben op Nathan hier en de villains behoorlijk veel aan de zijlijn hielden. Lazarevic werd ook vrij lang buiten beeld gehouden.
Maar hij had zo'n indrukwekkende verschijning en kracht op Drake, dat hij gewoon echt cool was. Marlo heeft een soortgelijke invloed op Drake. Ze pakt het heel persoonlijk en psychologisch aan. Dat vind ik wel leuk. Maar ze is lang niet zo indrukwekkend als Lazarevic. Dus gemiste kans daar. We gaan dan naar het verhaal. Het verhaal is wat minder smooth in vergelijking met de vorige game. Het voelt een beetje alsof ze het schrijven, ze aan het schrijven zijn terwijl ze eraan bezig zijn. Dus gewoon, oké, we hebben het ene stuk van het verhaal. Wat zullen we nu eens bedenken? Ze voelt een beetje, want een hoop dingen komen er nogal uit het niets vallen. We springen random van locatie naar locatie. Namen die worden rondgestrooid. Het is een beetje rommelig. Wel een spektakel en met sterk karakter, maar het heeft gewoon een rommelige structuur. En je kan zien dat die dus echt geen scriptschrijvers waren. Dit waren gewoon gameschrijvers. Die respect hadden voor karakter, maar niet goed wisten hoe ze echt een verhaal moesten maken. Ik heb er desondanks nog heel erg van genoten. De sectie met name van Drake's waanzin en de consequenties van zijn roekeloosheid en obsessie, hoe dat in beeld werd gebracht op het schip met Sully's ontvoering en Elena en in de woestijn, dat was echt fantastisch, vond ik. De opening van de game was vrijwel het sterkst, omdat die het meest cinematisch overkwam. Je denkt echt, hier wordt een verhaal verteld. En dat niveau, dat haalde het helaas nooit echt meer. Op het einde na. De gameplay. Het verschilt niet veel van de vorige games. De set pieces en levels zijn heel veel uitgebreider geworden en bombastischer. Dat maakt het een stuk vermakelijker nog. Maar vrijwel alle mechanics die zijn hetzelfde. Dat is niet slecht op zich. Maar ik had op een beetje meer subtiele uitbreiding gehoopt. En dat is tot nu toe vooral te zien in dat je de granaten nu terug kan gooien. En je kan paardrijden. Maar alleen omdat het level daar specifiek om vraagt. Dus niet echt een nieuwe mechanic in de game terug te vinden. En de bewegingen zijn ook minder soepel. Het glitcht wat vaker dan in Among Thieves. Dus ze hebben al het goede gehouden, maar er niet op voort geborduurd. En sommige dingen die zijn op achteruit gegaan, dus dat is wat minder. De actie nog steeds vol met thrills en soms echt verbluffende secties, ook heel moeilijke. Ik durf het echt te zeggen dat de moeilijkste secties van de trilogie in deze game zaten. Zoals jullie gemerkt hebben in de afgelopen delen, ging dat op mijn zenuwen werken. Maar aan de andere kant waren hier ook echt de meest waanzinnige dingen bij die je niet in andere games zag. Dus in dat opzicht is Uncharted 3 beter. De muziek is top. Heel veel van die subtiele Arabische tunes. En het hoofdthema van de roep Al-Kali
is echt een genot om naar te luisteren. In Uncharted 2 had je vrijwel geen memorabele muziek. En Uncharted 1 had dat wel, maar niet op het niveau van deze game. Greg Edmondson mag daar echt voor applaus krijgen. Wat betreft graphics... De motion capture is echt een stap omhoog gegaan. Veel subtielere trekjes en bewegingen in de gezichten en lichamen. Die zijn nu zichtbaar. De manier waarop de scènes gefilmd worden is ook veel professioneler, voelt filmischer. En daar ben ik heel blij mee. De graphics van de omgeving zijn af en toe werkelijk prachtig. Met name de steden in Jemen en in de woestijn. Dat is echt helemaal fantastisch. Andere die zijn wat minder indrukwekkend, zoals in Syrië. Ja, dat voelde nog kaal. Ubar zelf, dat heeft heel mooie architectuur als design. En ik vind het jammer dat we de helft ervan door een hallucinatie zagen. We konden er niet echt van genieten, zoals in Shambhala. En Londen zelf zit vol detail. Het is niet zo mooi als Jemen, maar heel sfeervol is het wel. Je voelt echt alsof je in de Londense straten bent. Dat is goed. Als ik het vergelijk met de vorige game, Uncharted 2, had Uncharted 2 toch net wat meer flair met zijn locaties. Maar de echt goede locaties van Uncharted 3 overtreffen alles in 2, in mijn ogen. Oh ja, die was bijna vergeten. Colombia. Net als Jemen, extreem gedetailleerd. Voelt heel echt. Dus dat is ook zo'n mooie locatie. Ja, wat kan ik nou nog verder zeggen? Mijn algemene oordeel is in hoop opzichten is dit iets wat minder dan Uncharted 2. Die game die voelt gewoon gepolijster en stabieler aan qua verhaal, techniek. Maar Uncharted 3 wint absoluut in soundtrack en cinematische kwaliteit. En ook heel erg in karakter. Als ik eerlijk ben, geef ik het net iets hoger dan Uncharted 2. 8.3. Uncharted 2, die gaf ik een 8.2. Als we de volgende keer bij Uncharted 4 in Thief's End zijn, dat is nog 10 keer zo hoge kwaliteit. Dat verzeker ik jullie. Ik kijk daar heel erg naar uit. Dat is Naughty Dog post The Last of Us. Wat betekent dat ze echt op het toppunt van hun kunnen zijn op dat moment. Het is ook een behoorlijk lange game. Die gaat dus wat meer tijd in beslag nemen. De parts die zullen even lang blijven. Maar ik weet zeker dat het een fantastische ervaring wordt. Ik hoop dat jullie mijn playthrough van de eerste trilogie en dus ook Uncharted 3 leuk vonden. Ik heb zelf een paar geweldige ervaringen gehad hiermee. Deze video's opnemen
en in elkaar zetten is een leuke, maar lange en hardwerkende taak. Laat graag likes, commentaar en feedback achter over wat jullie in het vervolg willen zien dat ik doe. Ik heb zelf gemerkt dat de microfoon mijn stem soms nogal ongelukkig vangt. In de eerste twee games was dat te zacht. Nu is het af en toe te scherp. Maar er is niet veel dat ik daaraan doen kan nu. Dit is de enige microfoon waarvan ik zeker weet dat die werkt. En natuurlijk de subtielere kunst van video montage. Daar ben ik nog niet zo'n prof in. Ik doe wat ik kan. Maar goed, jullie kunnen me daar advies over geven bij de video's. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze playthroughs. En ik zie jullie bij de volgende walkthrough van Uncharted 4 A Thief's End op het kanaal van Meester of Obsizer. Goodbye!